Zeg lieve vrienden, gewoon genieten. Ga ik ook doen. Yay! Lekker naar buiten. Zo, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag 17 april en we leven om 12:25 en dat allemaal in 2021. Karen en Roderick zijn onderweg. Ik ben er weer klaar voor. Ik ga mijn meisjes even uitlaten, dat weten ze. Ik hang ook trouwens altijd, als ik even weg ben en ik verwacht bezoek van wie dan ook, even het kaartje opdraffen. Ik ben met de dames uit. Ja. En ze kunnen er geen komen, want ook Karen en Roderick hebben de sleutel. Ja. Dus maakt het allemaal niet uit. Mijn grote meid zit naast me. Die ben ik aan het aaien. Dat is een lekker ding. Rijke is ook nog een lekker ding. Die is lekker rustig. Die is naar buiten toe. Ik heb de deur lekker open. Dus ja, het is genieten. Het is ook mooi weer. Ja. Ik zal even mijn lippen nog even weer doen, want die zijn droog. Even Labello erop doen. Ik word er niet voor gesponsord door. Nee. Maar het is wel goed spul. Al zeg ik het zelf. En boven op mijn nachtkastje heb ik een potje staan met crème. Ik al jaren. Dat is ook lipbalsem. Hoe het heet, weet ik niet. Maar dat hebben we ooit gekregen in een winkelcentrum, een overdekt winkelcentrum hier in de stad. Tijdens de wintermaanden gaven ze dat gewoon weg. Voorbijgangers. Nou ja, oké, dankjewel. En ik gebruik het nog steeds wanneer ik dat nodig heb. En deze dus. Maar oké. Ik ga dus genieten en ik zou zeggen tot straks. En ik hoop dat jullie ook kunnen genieten vandaag, deze mooie dag. Het is wel wat meer bewolkt dan dat gisteren was, maar dat kan de pret niet drukken. De zon die is er. Ja toch? Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, gewoon genieten. Ga ik ook doen. Yay! Lekker naar buiten. Vitamine D binnenhalen. Heerlijk. Ik zou zeggen tot straks. Mwah, doei. Zo, lieve vrienden, ja, ik heb helaas geen tijd gehad om de camera erbij te pakken. Want ik kwam met de hondjes weer thuis en ik was bezig om kandel eten te geven. En toen werd er al geklaksoneerd. Ik denk, oh, daar zijn ze. En inderdaad, nog geen twee tellen later kwamen ze binnen gelopen. Karin dus wel de mobiel in de hand om te vloggen. Maar ze hadden een hele tas vol met van alles en nog wat meegenomen. Brood, groenten, sausjes, vleeswaren, kreeg ik allemaal. Maar wat moet ik in mijn eentje met zoveel brood? Wow! Dus ik ben toch al aan het delen naar de mensen die het ook hard kunnen gebruiken. Want ik kan niet alles op natuurlijk, nee. En daar heb ik nog over, maar ik bedoel, er zijn meerdere mensen die het kunnen gebruiken dan enkel degene die, waar ik straks naartoe ga. Ook heb ik nog wat anders erbij gekregen om te droppen, zoals Karin dat benoemt. Ik moet er even zoeken. Ja, heb ik. Lucky Stones. Ja! Gaan we ronddelen? Ja. Gaan we ronddelen. Gezellig. Dus. En ik heb twee tasjes in een tas. Eentje is voor Marianne. Die heeft ook ze woont dan wel in een koopwoning. Oké, maar dat wordt allemaal. Dat mocht.
Maar ze zit wel ook in bewind, dus ja, die heeft het wel nodig. En dan Mary, breng ik ook even wat naartoe, die kan het ook wel gebruiken. Mario die komt, die kan het ook wel gebruiken. Dus ja, die zit ook onder bewind. Dan wil ze wel onderweg, want ze hoeft het niet meer, zegt ze. Nou ja, oké, als dat jouw instelling zo is, dan zei het zo. Maar ik heb ook van Karin een jas gekregen, die zij zelf ook altijd droog gedraagt. Ik weet niet of ze al een nieuwe heb, ik weet het niet eens. Maar in ieder geval, dat is zo'n windjas die de wind tegenhoudt. Maar er zitten een heleboel zakken in. Dan kan je ook, er zit ook een speciaal zakje in, dat hoort bij die jas. Maar daar doe je dan weer brokjes in voor onderweg als lekker nijtje. Dus dat ga ik zo meteen even klaarmaken, want ik neem Elwing mee en Rijka Laak thuis. Want ik ga op de Boosterweg. Ik kan dus dan niet vloggen onderweg, dat gaat het hem echt niet worden. Ja, ik kan de GoPro meenemen, maar die moet dan eerst weer laden. Want die moet eerst weer dan goed vol opgeladen zijn voordat ik die dus meeneem. Dus ja, we gaan gewoon lekker omtoeren. En ik neem jullie niet mee, want ik moet ook, ik heb ook ogen nodig voor mijn hondje. Dat ik die zelf niet onder te boven rijd of niet een ander. Ja, dus ik moet wel langs een drukke weg. Ik moet ook een rotonde over, weet je, dat ja. Dus ik moet wel uitkijken, ik moet helemaal naar de andere kant van de Den Helder. Ja, naar een andere wijk. Ik begin hier al, vlakbij, waar Marianne woont. Nou, van daaruit moet ik dus naar de andere kant van Den Helder toe. Ja, maar het komt allemaal goed. Ja, het komt echt wel goed, weet ik zeker. En ze ligt nou onder de stoel te slapen. Rijke die heeft net naar binnen, die legt op de bank. Die heeft net de ogen nog open. Daar ligt Elwing. En daar ligt Rijka. En ik heb mijn koffie nog staan. Dus ja. En hier heb je ook nog van die stenen die Karin heb gemaakt. Maar die moet ik aan een ander weer geven. Die moet ze bij haar in de wijk weer droppen. En dat zeg ik lekker niet. Kijk er maar goed naar. Wie weet, vinden jullie het in die wijk ter zijner tijd? Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En ook van de Lucky Stones die ik voor Karin en Roderick rond zal droppen. En dan komt het allemaal goed. Ja, geweldig. Ik heb er zin in. Duimpje omhoog als je het leuk vindt. En als je het niet leuk vindt, nou ook goed hoor, maar zet er even goed dan een reactie eronder als je zo'n duimpje neerzet. Zet er dan wel een reactie onder met de reden waarom jij je duim zo hebt. Ik wil dat graag weten, want dat kan een goede tip wezen dat ik het dan de volgende keer beter kan doen. Of dat jij zegt, ik wil hebben dat je het over mij hebt, nou dan kan ik het over jou hebben. Ja toch, gewoon gezellig. Ja, dus vooral... Als je je duim dus ook zo doet, meld het dan waarom je die duim zo hebt gedaan. Wil ik graag weten, dan kan ik me misschien daarin verbeteren. Ja, niet geschoten is altijd mis. Niet altijd dat je dat duimpje naar beneden en dan niks zeggen. Want ik hou niet van stille genieters. Nee, dat vind ik een beetje laf. Dat vind ik laag. Er zijn meerdere kanaals en daar zien duimpjes om zo staan. Oké, dat je het zo doet, prima, niks op tegen. Maar meld het dan waarom. Waarom je dat doet. Wat is jouw beweegreden dat jij de duim zo doet, in plaats van zo? Ja, wil ik graag weten. Want als je dat bij iedere kanaal doet waar jij de duim zo doet, waar je op geabonneerd bent, dan vraag ik mij in eerste instantie af, waarom ben jij op dat kanaal geabonneerd? En dan mijn tweede vraag, waarom zet jij je duim zo neer? Ja, zet daar wat bij. Zet er een reactie erbij van waarom jij die duim zo hebt gedaan. Dat willen we graag weten, want dan kunnen wij ons daarin verbeteren. Niet geschoten is toch altijd mis? Ja. Dus lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach, doe ik ook.
Wees vrolijk, wees blij. En ik zeg tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, ik was al lang alweer thuis. Ik weet niet eens niet of ik wel überhaupt weer gevlogd heb dat thuis was. Ja, ik geloof hem wel. Maar oké, Mario is ook geweest. We hebben lekker samen even aan het koffieleuten geweest. Ik had net samen, tenminste dat ze weer wegging, ze was op de fiets gekomen. Dat ze weer wegging, ben ik ook gelijk weer weg geweest. Even de meisjes weer uitgelaten, gewoon het normale korte blokje. Dus ja, daar ben ik ook net weer van thuis. Dus ja, het was ook voor Karin en Roderick maar een bliksembezoek. Ja, dat wist ik van tevoren. Die jas die pas ik dus niet. Nee, helaas pindakaas. Die krijgt ze ook weer terug, ze weet er al van. En dat komt allemaal wel goed. Ja, ze weet ervan, dus allemaal goed, ja. Ik ga zo meteen een hapje eten. Ik heb geen eten klaargemaakt. Ik neem gewoon een lekker broodje. Ik heb brood genoeg nou. Ja, ik heb ook vlechtbrood. Heb ik ook gekregen voor Karin. Ik weet niet wat ik nou heb hier ook. Wat deed er nou zeer? Ik zie niks. En toch deed er even wat pijn. Nou ja, het zal. Ja, mijn klokje slaat 7:30 en het is 19:33 op de computer en mijn horloge is 19:34. Dus ja, ik ga zo meteen eerst weer even mijn hoofd leegmaken, want het was het net om. Het is een drukke dag geweest. Ja, wel leuk, gezellig, maar druk. Hè, visite, weg, weer visite, weer weg. Ja. Dan blijf ik thuis ben. Hé? Kunnen we toch op adem komen? Ja. Dus even lekker een spelletje doen. Eventjes blik op oneindig. En dan komt het wel weer goed. Zie je, dat ding had Roderick ook nog moeten doen. Ook weer vergeten. Nee. Lekker belangrijk. Ik heb het daarin hangen. Dus die doet het ook. En ome Toon van de kachel doet het ook weer. Mijn app op mijn mobiel. Die deed ik niet meer, nou doet hij die wel. Dus dat is allemaal goed. Ja! En mijn meisje die ligt hier. Mijn andere meisje ligt daar. Kopje van Mario staat er nog. Terug die rode. Die is voor mij. Dus. Ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet met elkaar. Wees lief voor elkaar. Geef een knuffel aan elkaar. En voor later op de avond zeg ik welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En een hele fijne, liefdevolle nacht. En ja... Doe wat je doen moet, doe wat je doen wilt. Ja, en wat een ander zegt, trek je echt maar niks ervan na. Nee, doe gewoon je eigen dingen wat jij wilt. Wat een ander zegt, van dat klopt niet, je moet dat en dat doen, niks van aantrekken. Het is jouw leven en niet dat van hun. Ja toch? Doei!